Wat heeft iemand gebouwd? Een Amerikaan, Ben Ham heet hij. Wat heeft hij gebouwd? Wel, die had een probleem. Wat was het probleem van Ben Ham? Zijn kat vond hem super tof. Wat doet een kat die je super tof vindt? Die brengt cadeautjes mee. Dus af en toe vond hij een bloedende, halve reutelende muis op het tapijt met zo wat bloedsporen overal. Vond hij niet tof? Wat heeft Ben Ham gedaan? Hij heeft een webcam boven het kattenluik gezet. En met die webcam heeft hij een paar honderd foto's genomen van de kat met een prooi en een paar duizend van de kat zonder prooi. Dat heeft hij geüpload naar die websites die ik daarnet getoond heb. En die kreeg gratis software terug die kon zien of de kat een prooi bij heeft. Dat heeft hij met een computertje verbonden aan de webcam en met een slotje op het kattenluik. Zijn kattenluik gaat op slot als de kat een beest bij heeft. Dat kan elk van jullie morgen bouwen voor 50 euro. Hoef je helemaal niet voor te kunnen programmeren. Je kan dat gebruiken als gebruiksvoorwerp. Ik vraag mij soms af, hoe voelt dit voor de kat? Die heeft een cadeautje mee. Maar stel je voor, je gaat op bezoek bij vrienden, je hebt een doos pralines mee, je komt aan de voordeur, klaak! Praline weg, deur open.